het eerste waar ik aan denk, dat is vooral zeg maar als ik de grens over moest gaan. Nou, mijn partner in die tijd, ik zei al tegen hem van, nou, je gaat zien, zodra wij de grens over gaan, dan worden wij aangehouden. Je ziet een hele rij met auto's en iedereen mag doorrijden. En dan zien ze ons zitten en dan weet je al van, nou, je wordt eruit gehaald. En ze gaan paspoortcontrole en de auto doorzoeken. Dus voor mij is dat discriminatie, want zo ervaar ik dat dan. Ja, is wel gewoon een realiteit. Ik zou de politie willen vertellen om er rekening mee te houden dat iemand die gekleurd is, een levenslange bagage met zich meedraagt. Van aangesproken worden op kleur. Als er iemand is die die kleur ziet, dan ben ik dat wel, in de spiegel, elke dag. Het zijn geen eenmalige incidenten. Als je iemand bent met een kleurtje, als ik het gewoon heel plat zeg, je maakt heel veel van dat soort ervaringen mee. Waardoor je dat allemaal merkt, dat discriminatie gewoon heel erg aanwezig is. En ja, dat zit natuurlijk gewoon allemaal in me.